Harold en Stinkbeest zijn er. Jongens, ik heb er zoveel zin in. Oh my god. Ja, ik dacht dat ze filmen. Kom. Hey! Ben je ook? Hallo! Kijk, ik heb een nieuwe rug gekregen. Cool, hè? Ik denk dat pap hem wilde geven omdat hij niet zo blij is. Hij en Ron praten al zo lang over samenwonen. En nu is het eindelijk gebeurd. Ja, wel jammer dat we moesten verhuizen. Ik ga mijn oude vrienden wel echt heel erg missen. Maar ja, hopelijk is iedereen op de nieuwe school een beetje aardig. Kijk. Cool, hè? Wacht. Oh my god, Sam, wees eens stil. Sorry. Eerst konden Jessica en ik nog wel gewoon leuk met elkaar praten. Maar sinds pap en ik hier wonen, ik denk niet dat ik Jessica wel zo leuk vind. Ze zegt de hele tijd dat ik te luid ben en dan klaagt ze tegen pap en Ron dat mijn kamer stinkt. En zelfs komt ze constant mijn kamer binnenstormen en dan zit ze 's ochtends een uur lang in de badkamer. Ik denk dat we gewoon nog aan elkaar moeten wennen. Jessica? Ja? Wil jij even de vuilniszak eruit brengen, alsjeblieft? Aha. Dat kan die nerd toch ook? Wat doe je? Dankjewel. Oh, eindelijk weg bij dat kleffe gedoe. Want vanavond is het weer pizza-filmavond. Dan mag ik de hele avond lekker naast Sam op de bank zitten. Ja, denk papa echt dat ik daar zin in heb? En vooral omdat ze na de vakantie ook bij mij op school komt. Die Sam die kan alleen maar praten over die vliegtuigjes. Laat overal de troep liggen. En volgens mij doucht ze niet eens, die vieze chick. Echt, eerst was ik op zich nog wel blij. Want... Yes, kom je zo naar binnen? Ja. Het is bijna klaar. Ja, is goed. Ja, eerst was ik nog wel blij dat papa weer verliefd is. Wist ik wel dat Harold ineens bij ons zou komen wonen. En dat zijn dochter deed het aandacht vraagt van mijn vader. Want, hey Ron, wil je alsjeblieft me helpen met het huiswerk? Want ik ben zelf te lui en te dom. Het erg is nog dat papa er ook nog intrapt. Ik zweer het, als ze dit blijft doen, hè? Oh. Vandaag is mijn eerste schooldag. Hey, heb je het over mij? Nee. Ja, laat het zien dan. Nee, rot op. Nee, kom op. Ga weg. Wat is jouw probleem, Sam? Jessica weet best wat mijn probleem is. Ze heeft er vandaag een roldag van gemaakt. Oké, jongens, raad eens. Het is vandaag de Sam's eerste schooldag. Oh my god. Ja, wow. Ik vind haar zo verwarrend. Ik weet niet, soms dan doet ze hartstikke lief. En dan denk ik dat we misschien vrienden kunnen zijn. Ja. Kom maar, ik ga... Ja, leuk hè, ja. Maar op andere momenten. Bijvoorbeeld vandaag in de pauze stelden ze me voor aan wat vrienden van haar. Chantal, Saskia en Tim. Ik vond ze eerst nog wel leuk. We zaten gewoon leuk te praten over de Wie is Mol aflevering van gisteren. Maar toen begon Jessica met die domme grappen van haar. Nee, zoom in, zoom weer. Oh my god. Ja, ze heeft geen vrienden. Sam! Kijk dan. Ze zei dat ik thuis altijd scheten laat en dat ik de wc nooit schoonmaak. Dat is gewoon niet waar. Kijk dan. Loner. Sam, kijk eens, kijk. Ik wilde gewoon weg daar. Dus ik zei dat ik nog wat bij de mediatheek moest lenen. Maar ik wilde eigenlijk gewoon echt niet meer bij Jessica zijn. Die is nog erger. Waarom kan ze niet gewoon wat aardiger doen? Kijk, er zitten. De nerd. Ze is echt al de hele dag zo. Echt een drama queen. Ze heeft na het godsdienst niet eens op me gewacht. Ik vind dat echt heel raar. Maar ja. Hey, Jess. Hey, pap. Moet je niet aan je huiswerk?
Ja. Ja, ik weet al waarom ze zo chagge is. Ze zou bijna met mij en mijn vrienden naar de bios gaan. Heeft Tim blijkbaar voorgesteld. Ja, toen heb ik er gewoon een verkeerde tijden doorgeëpt. Stond ze ook bij de hele verkeerde bios. Ja, ze is toch niet dom? Ze kan wel boos worden op mij, maar dat kan ze ook gewoon online checken. Ik had gewoon echt geen zin in haar. Wat had ik anders moeten doen? Ik heb net tegen pap gelogen. We wonen hier nu al een tijdje. Dus hij wilde weten hoe ik alles vind. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen, dus ik zei maar gewoon wat ik tijdens het eten altijd zeg. Ik wil gewoon niet dat hij of Ron zich zorgen gaat maken over mij. Of over Jessica. Hoe was het op school, dames? Ja, goed. Ja, prima. Ze blijft maar vervelend doen. Het zijn gewoon die grappen die ze maakt als ze bij haar vrienden is. En er gebeuren ook steeds meer dingen die ik gewoon niet begrijp. Of die gewoon geen toeval kunnen zijn. Eerst dan met die bioscoop. En nu mijn fiets. Ik weet niet. Ik hoop gewoon dat ik het me verbeeld. Die hebben we nodig. Hey stinker! Hey, rot op! Ja, gorgeous. Ik ben er helemaal klaar mee. Echt. Vandaag waren papa en ik even alleen. Ik heb hem alles verteld. Dat Jessica mijn weg wil hebben. Vooral na wat er gisteren op school was gebeurd. Mijn gymspullen waren gewoon opeens verdwenen. Ik zag dat pap twijfelde. Maar hij zei dat ik Jessica nog een kans moet geven. En dat het vast niet zo erg is als ik denk. En dat deze veranderingen ook allemaal zwaar zijn voor haar. Dat weet ik wel. Maar ik denk niet dat pap mij gelooft. Wat er nu is gebeurd? Die chick is echt gestoord. Vandaag moesten ze een aardrijkskunde werkstuk presenteren. Die stomme vulkaan. Ik bedoel, wie neemt zo'n domme opdracht nou serieus? Ja, Sam natuurlijk. Die nerd, die vond het weer het perfecte moment om lekker uit te sloven. Hij is op, kijk. Oh, ja. En hetgene wat me nog echt boos maakt, is dat ze de alle aandacht van papa daarmee krijgt. Dus, in de pauze, lag die vulkaan in het klaslokaal, vlak voor de les. Ja, er was niemand. Eigenlijk vroeg ze er gewoon om. Ik weet het zeker. Hoe vuil Jessica naar me lachte toen de les begon. Zij moet het wel gedaan hebben. Zij is in de pauze dat leslokaal binnengegaan. En heeft het kapot gemaakt. Ik heb dus gewoon gedaan wat ik moest doen. Wat ze verdiende. Haar leraar geloofde er niet eens. Ze heeft zichzelf zo verschut gezet. Toen ik thuis kwam heb ik het gelijk tegen pap en Ron verteld. Jessica heeft mijn vulkaan gesloopt. Wat? Waarom zou ik dat doen? Ja, ik kon het niet meer voor mezelf houden. Ik maakte me niet meer uit of ze me geloofde of niet. Van alles echt, ik ben er helemaal klaar met jou! Sorry! Nee, niks! Sorry! Rustig, jongens. Echt, ik kon er echt wel wat aan doen. Die Sam, die bleef maar huilen en mij zelfs duwen. Ze is zo'n klote kind, ik zeur. Ja? Ik wil even met je praten. Oh, kan dat niet later? Ik wil net aan mijn huiswerk. Ja, even serieus. Kom je even naar beneden? Oh.
Vandaag komt Jessica weer terug. Ze is de laatste paar weken bij de moeder geweest. Het is de eerste keer dat ik haar ga zien sinds de ruzie. Ik vind het best wel spannend om weer naar pap toe te gaan. Ik was zo boos op hem na die ruzie. Omdat hij niet voor mij koos. Ik kon echt niet wachten om naar mama toe te gaan. Maar ja, nu... Ik schaam me eigenlijk gewoon. Ron heeft gisteren met haar gepraat. En hij zei dat ze spijt heeft en dat ze het opnieuw wil proberen. Ik vind het allemaal een beetje spannend. Maar het is zo lastig. Ja, Sam zal zeker nog wel weer boos op mij zijn. Want ja, zo aardig was ik niet. Maar ik zit toch nog steeds niet te wachten op zijn zusje. Maar ja, goed. Wat ik ook vind of wat ik ook wil. Mama zei dat ik Sam nog heel veel moet zien. En dat het wel fijn is dat papa zo blij is met Harold. Misschien heeft ze ook wel gelijk. Het hielp ook wel dat pap zei dat we vaker dingen met z'n tweeën gaan doen. Eigenlijk heb ik hem ook gewoon heel erg gemist. Ik wil het eigenlijk ook wel opnieuw proberen. Zelfs na wat er allemaal is gebeurd. Het klinkt misschien gek. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Ja, misschien niet gelijk. Maar dat komt vast wel goed.